Zijn alle zeg maar topclubs waar we het over hebben, dus de top 4, zijn die allemaal goed uit de winterstop gekomen? Of zijn er nog bedenkingen aan jouw kant, Mark? Dat gaan we nu pas zien. Ja, nee, maar goed, je kunt het toch van tevoren voorspellen? Hè? Bedoel, nee, natuurlijk niet. Dat kan je niet voorspellen, man. Doe jij dan een goede vraag? Ja, nou, dit is een vraag van niks, Mark. Dat vind jij toch ook, of niet? Ja, ik zeg helemaal niks. Ik wacht, dat een hele goede vraag. Oh, het moet een hele goede vraag komen. Wat is het met ze? Nou ja, had je nog iets toe te voegen, Mark, of niet? Ik vraag van helemaal niks. Wat slaat die vraag nou op? Ik bedoel, het is toch werkelijk om gek van te worden, Mark. Luister nou even goed. Die ploegen, die hebben... Ja, 10 dagen lang hebben ze zich voorbereid. Die hebben allemaal ballenpartijen gespeeld. Van die oefenwedstrijden. Waar je helemaal geen touw aan vast kan knopen. Het slaat helemaal nergens op. En waar komt dan onze Rick mee? Rick vertelt, die komt dan. Hoe komen ze daaruit? Weten wij veel? Dat weten die trainers zelfs niet eens. Die hopen dat het allemaal weer een beetje goed komt. Dat Ajax weer een beetje goed gaat voetballen zoals ze gedaan hebben in het begin van de eerste seizoenhelft. Enzovoort, enzovoort. En dat Feyenoord zijn puntjes blijft pakken. En dat PSV niet gelijk de mist ingaat daar. In die fucking koel. Dat is wat die trainers hopen. En dan ga jij dat aan Mark vragen. Hoe komen ze eruit? Weet Mark veel? Mark, heb je meneer Vermeegen gehoord of niet? Ik heb hem gehoord. Ik heb er één ding aan toe te voegen. Want Harry heeft uiteraard voorkomen gelijk. Harry toch? Ja. Je geeft me niet eens een kans. Nee, dat moet ook niet. Bedankt, hè. Zo makkelijk werken met jou, eerlijk. Ja, lekker.